Joost Klein en creatief director Guffe hebben een cryptisch gordijn opgetrokken rondom hun songfestivalact, die volgens hen pas echt tot zijn recht komt wanneer het in volle glorie op televisie wordt onthuld. Elk detail, elke milliseconde, zo beweren ze, is zorgvuldig doordacht en gepland. In een interview met het ANP voorafgaand aan de openingsceremonie van het Eurovisie Songfestival, benadrukken ze dat het publiek de volledige drie minuten moet zien om het diepere verhaal te begrijpen dat ze willen vertellen het voegt toe aan deze mysterieachtige aura door te suggereren dat er meer achter de schermen gebeurt dan wat de eerste beelden laten zien. De nieuwsgierigheid van fans wordt geprikkeld door Joost Klein met zijn blauwe vogel het podium op te zien gaan, terwijl speculaties over de betekenissen ervan hoogtij vieren. Maar Klein zelf houdt de kaarten tegen zijn borst, slechts hintend naar de kracht van marketing en de intrigerende aard van zijn act. In een poging om de act te contextualiseren, vergelijkt Klein het met kunst, suggererend dat het thuis hoort in een moderne galerie, maar nu plotseling wordt tentoongesteld in een ander soort museum, het Eurovisie Songfestival. Deze verschuiving in de omgeving kan verwarrend zijn voor sommigen, maar Klein lijkt erop te vertrouwen dat zijn boodschap uiteindelijk begrepen zal worden. Meid voegt hieraan toe dat het tijd is voor het Songfestival om ruimte te maken voor een nieuwe generatie artiesten, zoals Klein. Die zijn opgegroeid met platforms zoals YouTube en daarmee een geheel nieuwe benadering van visualiteit en creativiteit brengen. Hij pleit voor erkenning van deze verschuiving in cultureel landschap en voor waardering van de innovatieve benaderingen die deze nieuwe generatie met zich meebrengt. Wat betreft de betekenis van de blauwe vogel, laat de klein en mijt het graag over aan de verbeelding van de kijker. Ze dagen het publiek uit om na te denken over de symboliek achter elk element van hun act en moedigen een actieve deelname aan bij het interpreteren ervan. Het lijkt erop dat de act van Joost Klein niet alleen een optreden is, maar eerder een uitnodiging tot reflectie en interpretatie, waarbij de kijker wordt aangemoedigd om hun eigen betekenis te ontdekken in een zorgvuldig gecreëerde artistieke wereld.